We willen als KBC absoluut verder werken en bouwen aan ons merkimago. We doen dat vooral op twee vlakken. Um, het eerste is de persoonlijke beleving, uh, de ervaring van onze klanten, um, nog altijd beter proberen te maken waar we dat kunnen. Hè. We hanteren daarvoor een drietal principes. Um, het eerste is Know Me, uh, dus ken mij als klant, wees zo gepersonaliseerd mogelijk. Hè. Het tweede principe is Know Your Stuff. Hè. Beste KBC, wees expert um, in alles waar jullie voor staan. En het derde principe is: make it safe and make it simple. Uh, veiligheid is echt key. Uh, is een key element in het schragen van het vertrouwen dat klanten uh, uh, naar ons als bedrijf hebben. En uh, make it simple: zorg voor zo weinig mogelijk thrills, zo weinig mogelijk fuss en uh, straight through processing. Het tweede vlak waar we natuurlijk ook heel hard op focussen is onze rol in de maatschappij. En als, als bankier en verzekeraar zijn we eigenlijk de olie en de motor van de economie. Maar daarenboven hebben we een zeer belangrijke rol in het kader van sustainability, van duurzaamheid. En we focussen ons daarbij heel fel op, op climate change, waar we niet enkel natuurlijk als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen en al heel veel stappen hebben gezet maar waar we ook onze klanten mee helpen uh, in hun eigen transitie naar uh, duurzaamheid en in het bijzonder in climate change. Het is absoluut belangrijk om uh, positieve en memorale, memorabele ervaringen te hebben um, eenmaal als je klant bent geworden van KBC. En dat is belangrijk omwille van twee redenen vooral. Um, de eerste reden is dat um, niks uh, beter werkt dan under-promise en over-deliver. Krijg je een delight uh, ervaring en um, this beats everything. Hè. En de tweede reden is voor mij nog altijd dat um, mond- tot mond reclame, of het nu digitaal of offline is, it doesn't matter, is nog altijd uh, de beste vorm van reclame. En dat krijg je natuurlijk als je zorgt voor memorabele ervaringen.